We staan hier vandaag bij Wijkcentrum Anniver. En hier is vandaag een heleboel leuke activiteiten te doen voor kinderen. Maar waarom doen ze dat en waarom nu in de kerstvakantie? Zoals je misschien kan zien is het slecht weer, dus wij gaan lekker naar binnen. Nou, omdat het kerstvakantie is, hebben wij vakantieactiviteiten voor de kinderen van de basisschool. En wij hebben hier vandaag een vakantie Kidsclub en uh, zijn we met de kinderen uh, bezig met een superleuke Lego activiteit. Gaan we koken en vanmiddag gaan we lekker in de gymzaal uh, sporten. We hebben van de gemeente de ruimte gekregen om in alle vakanties door de hele stad kinderactiviteiten te doen. Om kinderen een leuke, maar ook een zinnige vakantieinvulling te geven. Twee weken thuis zitten als het regent, ja, dat is gewoon heel veel. En we willen de kinderen daarin gewoon leuke dingen bieden. Maar ook wel dingen zoals je aan mij aan mijn voorbeeld al hoorde, met een educatief. Sport en bewegen is gewoon uh, uh, gezond en lekker. Uh, maar er zijn ook activiteiten die gaan over voorlezen. Er zijn creatieve activiteiten uh, op een aantal wijkcentra, maar ook in een aantal gymzalen. En uh, we doen dit met heel veel partners samen. Averdam werkt daarin samen met het sportbedrijf, maar ook uh, met Caliber, die uh, wat meer van de creatieve en muzikale activiteiten zijn. En de bibliotheek. Daar is ook een superleuke activiteit vandaag. Het is belangrijk om ook in de vakantie bezig te zijn. Niet alleen achter een scherm, maar ook met je hoofd: dat je hoofd een beetje aanblijft op het lezen, op creatief bezig zijn. Het maakt dat kinderen beter in hun vel zitten als je leuke dingen uh, doet. Het maakt ook dat als je straks weer op school komt, heb jij wat te vertellen. Want je hebt wat gedaan. En er zijn in Almelo helaas veel gezinnen die niet uh, op vakantie gaan in de kerstvakantie. Uh, maar die ook niet zo makkelijk een uitje kunnen doen. En dit is voor de kinderen een uitje. Net als de schaatsbaan in de binnenstad, dat voelt ook echt als een, als een uitje. Uh, en je hebt wat te vertellen als je uh, na de kerstvakantie weer op school bent. Uh, en, en dat geeft de kinderen gewoon een goed gevoel. En wij hebben heel erg geleerd dat als kinderen lekker in hun vel zitten, dan lukt het leren, de dingen die je moet doen, dat lukt beter. En jullie zijn recent is het hoofdkantoor verhuisd naar de ISPA. Ja. Uh, gaat daar nog verandering van komen? Of blijven de locaties hetzelfde? Nou, de wijklocaties blijven hetzelfde. De grootste verandering zit hem erin dat wij met het sportbedrijf samen al heel veel activiteiten doen. Uh, in de zomer, in de vakanties, maar ook door het schooljaar heen. Um, en uh, nu zitten we ook letterlijk dichter bij het uh, sportbedrijf. En is wel de verwachting dat wij ook als collega's van het sportbedrijf en Avedan... Uh, sneller uh, met elkaar kunnen communiceren, makkelijker kunnen communiceren. He, zoals nu uh, moest ik nog even langs het sportbedrijf, uh, want wij mogen ook de gymzaal gebruiken. Uh, nou, door het jaar heen is hier een vakleerkracht van het sportbedrijf. Nou, die helpt ons dan weer bedenken wat zijn Goede beweegactiviteiten om te doen. Dus ik denk dat die wisselwerking alleen maar beter wordt nu we in een, uh, dat we het hoofdkantoor delen. Uh, en in de wijken um, ja, komen we vooral de mensen komen elkaar daar tegen. Dat was al zo, uh, maar het wordt nu nog iets makkelijker voor ons.